Ted van Luik van Kwekerij van Luik in Wateringen oogst aubergines. Het is een klus waarbij voorzichtigheid op zijn plaats is, want de huid van de vrucht is kwetsbaar en een beschadiging is snel veroorzaakt. In het begin van het seizoen oogsten we ze veel kleiner, want dan is de plant veel zwakker, dus hebben we veel kleinere plant en je hebt veel minder licht. Nu heb je veel meer zonneschijn, zeg maar, en veel meer instraling, dus je hebt, en dan kan een plant ook veel meer hebben. Dus dan wordt er gewoon een grotere sortering geoogst. Van Luik komt uit een echte tomatenfamilie. Maar zijn bedrijf werd te klein en uitbreiding was moeilijk op die locatie. Daarom heeft hij de overstap gemaakt naar de aubergine. Toen ik dus ging beginnen in de aubergines, toen zegt mijn voorrichter tegen mij, hij zei, meneer Van Luik, als u nu één witte vlieg ziet, dan laat u alles wat u in handen hebt, laat u vallen. Dan gaat u eerst die ene witte vlieg doodmaken. En daar moest ik toen een beetje om lachen. Ik denk, nou, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Maar hij heeft wel een beetje gelijk, want het is echt waar. Het gaat zo hard. Nu heeft Van Luik bijna 3 hectare met aubergine. En hij teelt verschillende soorten, zoals de witte, groene en gravities. De producties zijn wat lager als rechtuit, zeg maar, als gemiddeld. En ik heb er toch wel goede moed op dat het wel goed uit gaat komen. Tot nu toe is het, moet ik eerlijk zeggen, nog niet best geweest. Maar dat komt ook hoofdzakelijk door de concurrentie uit Spanje vandaan. Maar ja, dan verlieverlegen wordt dat minder en dan gaat het wel beter, dat geloof ik wel.